rond de Haanstraatschool was het jarenlang eigenlijk niet zo heel erg veilig of niet zo prettig. En dat zien we nu gebeuren. Want jullie moesten waar ik sta je fiets neerzetten. Nou ja, en er kwamen allemaal auto's en busjes voorbij rijden. Moest je oversteken. Dat is eigenlijk helemaal niet zo prettig als je hier gewoon rustig naar school wil kunnen gaan. Ja, het is een heel lang verhaal. Het was eigenlijk altijd al een stukje onveilig. En op een gegeven moment was er een straatherindeling. En toen verviel de wegmarkering. Zodat eigenlijk het Rapenburg één grote autoweg werd. En ja, als je dan 300 kinderen elke dag heen en weer hebt lopen op een straat van 40 centimeter. Met voorbij razend verkeer. Toen werd het wel heel erg tricky. Maar toen zijn jullie actie gaan voeren, hè? Met spandoeken naar het stadhuis. Ja, hebben we ook gedaan. We hebben ingesproken, spandoeken, handtekeningen, wethouders gestolkt. Dus we hebben van alles en nog wat gedaan om in ieder geval wel er aandacht aan te geven. En uiteindelijk heeft dat toch dan wel geholpen om de noodzaak in te zien dat er iets moest gebeuren om de veiligheid te vergroten. We hebben samen met de schooldirecteur en met de leerlingen hebben deze nieuwe verkeerssituatie geopend. Dat betekent dat op het Rapenburg, waar vroeger de leerlingen de fietsen parkeerden, daar zijn de fietsenklemmen weggehaald en die zijn nu op de Doezalstraat geplaatst. En dat is een stuk verkeersveiliger, omdat de leerlingen daardoor niet meer de straat over hoeven te steken en dus ook niet meer de hele tijd langs allerlei auto's en vrachtwagens hoeven, die hier ook 's ochtends en 's middags best wel veel langs komen rijden. Vroeger is er ook het idee geweest om de straat tijdelijk af te sluiten. Dan kunnen daar helemaal geen auto's meer komen. Dat is op zich natuurlijk vanuit de autoluwe gedachte nog steeds een mooi idee. Maar dat kan pas op het moment dat we Rapenburg ook helemaal autoluw kunnen maken. En daar is op dit moment de parkeerdruk nog te hoog voor. Maar we hebben wel gezegd, ja, we willen gewoon die verkeersveiligheid hier ook nu al verbeteren. Dus gaan we al aan de slag met deze oplossing. En als dan op een gegeven moment over een paar jaar de situatie toelaat om Rapenburg autovrij te maken, ja, dan kan het natuurlijk helemaal hier echt een prettige en veilige omgeving worden.